Hey, leuk dat je er weer bent. En vergeet niet een abonnement te nemen op ons YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt. En deze video te liken, want dat helpt ons heel veel vrouwen te bereiken. Op onze Facebook zijn we dagelijks aanwezig om allerlei vragen te beantwoorden. Dus daar kun je natuurlijk ook terecht. En dan nu gauw naar de video. Heb je ook een vraag over hoe dat nou moet met die droogborstel? Wat moet je er nou mee? Hoe kun je het beste doen? Ik ga het je allemaal uitleggen. Ik ga het je laten zien. Kijk, het droogborstelen is bedoeld om de lymfe in dit hele gebied lekker weer op gang te helpen. Maar waarom zou je dat nou doen? Nou kijk, veel vrouwen dragen BH's. En het is zo dat die BH rond dit gebied de hele lymfe stagneert. Lymfe ligt vlak onder de huid en je kunt het zo al bewegen. Je kunt het dus ook heel makkelijk stagneren met een BH. Nou, het lichaam wil afvalstoffen weghouden bij de vitale organen en plaatst het in vetweefsel waar het geen kwaad kan. En dat zijn dus onze borsten. Tja, lymfe is de vuilophaaldienst, dus die moet wel kunnen stromen. Maar kijk, als ik mijn arm zo beweeg, ja, dan beweegt die lymfe hier lekker. Maar ja, mijn borsten kunnen niet uit zichzelf bewegen. Mijn borsten zijn afhankelijk van hoeveel ruimte ze krijgen om te schommelen, dat die lymfe gewoon normaal kan stromen. Maar goed, we hebben de borstel, dus we kunnen het een handje helpen. De bedoeling is dat je het zacht doet. Want als je heel hard borstelt, dan stimuleer je de bloedsomloop. Maar we willen die lymfe gaan stimuleren. De bedoeling is dat je dat dus wat zachter doet en traag. En dat beweegt of richting de oksel of richting het knooppunt hier. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor die kant. Begin 's morgens voor het douchen met het droogborstelen. Zelf vind ik het prettig om eerst die oksel een beetje wakker te maken. Wat ik dan doe is onderlangs richting de oksel een aantal keren. Het borstbeen neem ik altijd goed mee. Ook hierboven langs, die kant. En natuurlijk ook de borst zelf. De tepels doen we niet, maar je mag gerust helemaal zo eromheen en die kant op. Wat ik fijn vind is ook de schouder altijd nog even mee te nemen. En dan natuurlijk de andere kant. Weet je, in een minuutje kun je al klaar zijn. En dat is waar het droogborstel in essentie over gaat.